Stedin voert hier op verzoek van Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan haar kabels en leidingen. En dat gebeurt onder andere hier op de locatie bij Rotonde Laaghaven. We hebben hier twee tijdelijke werklocaties met boorinstallaties ingericht. We hebben op drie plaatsen worden hier boringen onder de snelweg aangebracht. Met de boorinstallatie boren we onder de rotonde door. Met de pilotboring en aan de andere kant liggen de mantelbuizen klaar. En die buizen die trekken we dan weer door de boorgang heen naar deze kant van de rotonde. Je ziet ze daar boven de grond uitkomen. En daarna worden de kabels door de buizen getrokken. We kiezen voor het gestuurd boren omdat op deze methode de hinder voor de omgeving zo minimaal mogelijk wordt. Nou, Stedin is aan het werk tot ongeveer medio 2020 en dan zijn de verleggingen van de kabels en leidingen zo'n beetje gereed. Daarna kan de toekomstige aannemer starten met de snelwegverbreding voor het project A27, A12 Ring Utrecht.